In maart gaat Sisse en César in première in Theater Elkerlijk te Antwerpen. Sisse en César worden gespeeld door Sven de Ridder en Warren Borgmans. Maar ook Juan Gerlo en Joyce Bolens spelen een rol in Sisse en César. Joyce, welke rol ga jij spelen? Ik speel de rol van Tineke. Ik ben de dochter van Melanie en Slisse. En ja, dat is mijn lief, mijn toekomstige man misschien wel zelfs. Ja, dat is gewoon zo, hè. De Joe. Volgens mij zijn jullie net iets te jong om Sisse en César op tv te zien te hebben. Ja, ja, dat is, ik heb dat niet gezien op televisie, nee. Allee, ik heb daar vage herinneringen wel van, maar het theaterstuk heb ik zeker nooit gezien. Dat was voor mijn tijd. Ja, bij mij ook. Behalve zo de VTM-serie, dat ze er dan achteraf van gemaakt hebben. Zo de VTM-reeks, maar de originele Sisse en César, waar dat ze altijd maar van spreken, daar... Nee, nooit gezien. Ook toneelstuk niet. Nee. Sisse en César, is het uit het leven gegrepen, Juan? Ja, ik denk dat is toch zo een beetje een zeer herkenbaar figuur. En zeker toen zal dat wel geweest zijn. Ik denk, je hebt wel meerdere zo'n figuren. Je hebt een Gaston en Leo, je hebt een Laurel en Hardy. Dat is allemaal zo wat verbeteringen en andere versies van datzelfde soort type. En ik denk dat dat altijd wel werkt. Dat is allemaal heel herkenbaar en daar komt net die humor vandaan, denk ik. Ja, en het is ook heel nostalgisch. Hè? Ik denk, als je zegt uit het leven gegrepen, het moderne leven, dat zal misschien zo hier en daar nog zijn, maar het is heel... Ja, het is echt wel zo de klassieke... De man draagt de broek in huis en de vrouw denkt dat ze de broek meer draagt in huis. En ja, zo... De man gaat werken, de vrouw blijft thuis... Dat is van toen natuurlijk. Hè. En daar is die humor ook wel nog heel... Maar het is heel nostalgisch. Ik denk, zeker als je uit Antwerpen komt of daar opgegroeid bent, en zeker als je Sisse en César hebt gezien vroeger, dan ga je echt wel zoiets hebben van... Het is pure nostalgie. En ik vind het ook vaak grappig omdat ik er mijn grootouders in herken. Ja. Dus zelfs voor mensen die Sisse en César niet kennen, gaat dat toch grappig zijn omdat je zo'n herkenbare situatie ziet van je grootouders, de manier waarop die tegen elkaar praten en zo. Wat dat wel nog altijd is, is hoe dat ouders tegen kinderen doen. Zo. Ja. Alleen niet in het extreem dat hier nog is, maar zo gewoon wel van... Je moet luisteren naar je ouders en de kinderen die toch proberen om gewoon los hun voesting te doen. Zo.